dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Familie Lekker! Vandaag gaan we weer een challenge opnemen met z'n vieren. Poepoeplas? Nee, daar gaan we zeker geen challenge van opnemen. Wij gaan vandaag een hele andere challenge doen. Wij gaan vandaag Mystery Wheel onze eetschema laten bevalen. En zoals je kunt zien, tenminste wordt aangedraaid, staan er allemaal verschillende dingen op. En op deze keuze zijn wij gekomen doordat iedereen per persoon twee opties mag kiezen van ja, hè, wat zou je graag willen eten vandaag. En zo is dit rad tot stand gekomen. Er staan ook een aantal dingen dubbel op zoals je kunt zien. Ik had gekozen voor Turks eten en papa. Starbucks. Ja, papa, McDonald's en Turks eten? Nee. Oh nee, sushi. Sorry. Bel had gekozen voor Turks eten en stoep. Ja. En Ida had gekozen voor fruit en McDonald's. Dat is het voor vandaag. Oké, we zitten er klaar voor. We gaan nu aan het rad draaien om te zien wat ons ontbijtje gaat worden. Ik hoop alles behalve snoep, jongens. Ik hoop echt geen snoep. Echt geen zin in snoep. 1, 2. Serieus, we zitten namelijk snoep op dit ding. Oh, serieus, jongens. Zullen we weten de hele dag? Oh, dat zou echt ding worden. Nee! Stiekem op. Turks ontbijt van McDonald's! Ja, jij hebt ik heb een McDonald's gekozen! Ja, ja, ja. Wij hebben onze McDonald's! Yeah. McDonald's ontbijt! Ciao jongens! Zeg maar goeiemorgen McDonald's! Daar zijn we! Oké, ons ontbijt is geworden. Dit. Voor wie zullen de burgers nou zijn? Wie bestelt er nou burgers volgens burgers? Jongen, hier, wij denken. Nee. San heeft uiteraard burgers. Wat zit hierin? Ik heb een croissantje. En voor de jongens hebben we, maak hem maar open, pancakes met Nutella. Oh, en ik heb een cappuccino en we hebben een sapje. Dus dat is het ontbijt, 's ochtends vroeg bij McDonald's. Goed, nee, weet je waarom? Yes. Ja. Portie eiwit heb ik hier, ja. Salade heb ik hier. Salade, ja, en brood. En vis elke week is ook vis. Goed voor je. Ja, kaas, brood. Nou, op zich is het zo gek niet, hè. Nou jongens, eet smakelijk. Esra, wat ben je aan het doen? Mij uitlachen met mijn burgertje, hè? Maar weet je wat het is? Die croissant is super vettig. Oh, ik ben helemaal misselijk van. Dus eigenlijk is dit nog misschien wel lekker, persoonlijk. Hé, deze is voor mij, hè? Hé, hey, Eli, onze keuze is wel goed, hè? Ja, dat is wel die kopje ook, hè? Hè? Ben je blij met je geweldig? Ben je blij met je keuze? Ja, hè, volgens mij. Wat? Wat was plas? Ik weet niet wat jij had. Oké, ga je maar gewoon eten. Ik weet niet wat er in zijn eten zit, maar het klinkt niet goed. De nodige calorieën worden hier alweer afgebrand. Saan is boven op het toilet de nodige calorieën aan het afbranden. Of verbranden, moet ik wel zeggen. Jongens, zullen we eventjes weer aan het rad draaien om te kijken of het volgende gerecht gaat worden? Ik weet niet hoeveel calorieën Saan nog van plan is te verbranden naar het toilet. Sarah! Maak, heb je al genoeg ruimte gemaakt voor het volgende? Oké, nou jongens, papa, als die klaar is, gaan wij draaien. Dan gaan we kijken wat het volgende gerechtje gaat worden, gangster Eli. We zitten er weer klaar voor. Het is tijd voor het volgende gerechtje. Let's go! Papa. Ik heb plek. Wat hopen jullie? Turks ontbijt. Turks ontbijt, we hebben net ontbeten. Maar sick Turks. Ik wil fruit, ik wil fruit. Turks vind ik ook wel goed. Wie heeft deze voor fruit gekozen? Yes! Ik heb niet van fruit gekozen, maar na zo'n burger heb ik echt zin in fruit. Dus wat is het geworden, jongens? Kijk, die teleurgestelde hoofd. Nee, hij heeft gekozen van fruit. Ja. Hij heeft zin in fruit. Ja, hij heeft zin in fruit. Dat is wel lekker uit. Auw. Zonder ontbijtje kan ik nog wel zeggen. Wacht even. Nee, wat wil jij hebben? Wat wil jij hebben? Snoep, hè? Ik eet hem, maar we gaan lekker fruit eten. Kom. Het voordeel met fruit is dat we de deur niet uit hoeven omdat wij heel veel fruit in huis hebben. En aangezien Eli fruit had gekozen, mag Eli ook lekker een fruitsalade maken. Ga je maken, Eli? Ga je lekker schoonmaken, maken? Lekker! Kijk dit, jongens. Mama! Nee, jij hebt hem gemaakt, serieus? Toch? Ik heb die aardbeien gemaakt. Met jou ga je zeggen, mama, wat is het nou? Eli, wie heeft het gemaakt? Papa, niet mama. Mama. Oh, wie is team? Ben jij team? Mama. Leg maar niet met z'n oplichten. Eerst papa, dan mama. Wat is dit? Maar jongens, fruitsalade gemaakt door Eli. Eli, je hebt de credits gekregen. Papa. Niet papa. Dus wij gaan even lekker fruitje eten. Het ziet er goed uit. Oké, jongens, wat is lekkerder? Dit of McDonald's? Poep, poep,
Nu zegt hij wat. Ik heb echt wel zin in een patatje met pindasaus. Hoor, Esther, jij niet? Ik vind het even goed zo. Ik vind het ook heerlijk zo. Och, lekker. Anti-papa club. Daar zijn we weer! Hallo! Hou we die scherp? Hij is kapot. Serieus? Ah! Oh mijn god, oh, serieus! Hij is kapot! Wacht even, wacht even! Zien jullie ons? Nee, hij is er nog steeds niet. Oh, wacht even, 1 seconde. Papa! Ja, daar zijn we weer! Hé, hè? Ik was even bang dat de vlogcamera kapot was. En dan kon ik niet meer gaan. Filmen, hè? Oh, nee, schat, dan was het klaar, ja. Hè? Oh, okay, Esther! Oké, jongens, het is tijd voor, ja, lunch kan ik toch wel zeggen. Dus we hebben trek, wat gaan we draaien, wat gaan we eten? Esther, gaat aan de kant. Hou er niet klaar voor, wacht. Ina, kom, als zie je het niet, kom. Oké, we zitten er klaar voor. Het is tijd om te draaien, om te bepalen wat ons, ja, toch lunch kan ik wel zeggen, hoor. Dus papa. Ja, draaien. Wat hopen we? Ja, dat zou wel lekker zijn. Ontbijt is tot 2 uur, dus we kunnen op zich nu nog wel als lunch gaan, als je dat heel graag wil. Oh, yeah. Oh, bijna! Wat had je gewild als je mag kiezen uit die twee? Ja, toch wel snoep, hè? Ik ben hier zo blij mee, serieus. Je hebt niet eens gekozen voor dit. Jij bent alleen maar, dingen die je niet hebt gekozen. Ik ben gewoon blij. Maar het is Turks eten. Dus ik denk dat we een Turks restaurantje gaan, waar we lekker een ontbijtje kunnen halen. Lunch. We gaan Turks lekker naar je halen. Turks eten. Kom. Oké, we zijn nu aangekomen bij het restaurantje voor Turks eten. Even kijken wat we allemaal hebben. Sam heeft biden, dat is een soort Turks pizza's, gewoon met gehakt. Ik heb menemen, dit is een soort ei-omelet met tomaat en peper. Dit is echt super lekker, dat eet je met brood. Turks soepje, de linzensoep, die hebben we laatst ook in de video gemaakt. En we hebben hier Turkse worst, sujoep. En ook met ei. En dan hebben we een lekkere ontbijtschotel met lekkere dingetjes vleesje. En lekker beleg voor op zijn broodje. En we hebben uiteraard ook lekker Turkse thee. Oh, echt niet normaal, mensen. We hebben dit keer echt gewoon record gehaald aan eten, Esra. Hoe snel we hebben gegeten. Snelheid, dat is echt bizar. Niet normaal. Ila was in slaap gevallen in de auto en Mia's ook. Komen daar aan, worden ze wakker. En niet normaal rustig, nee, nee, nee. Ila met een humeurtje. Mia's die wel heel de tijd gedragen worden, dus het was een beetje onrustig en snel eten. Je gaat gewoon snel eten. En wat denk je op het moment dat we klaar zijn met eten? Was iedereen rustig en zo. Maar goed, het was wel lekker. Oh, wij hadden luister eens. Eten gehad. Hallo. Op dat moment van zen dacht Esther, oh, nu kijk ik lekker rustig mijn kop koffie, thee drinken. Ja. En wie gooit alle koffie op? Let ik alle thee vlog over het water heen. Gewoon niet gegund. Het was echt drama. Nee. Oké, ik dacht, zullen we alvast gewoon even kijken wat de volgende ronde gaat worden? Zullen we even nog een keertje draaien? Ja. Oké, gaan kijken wat het volgende gerechtje gaat worden. Oké, jongens, ik ben benieuwd. Snoep. Moet ik het nog vragen elke keer? Oké, hier komt. Wat hoop jij, Ilai? Wat wil Ilai? Fruit? Dier. McDonald's? Nee, Turks eten hebben we net gehad. Echt, hè? Kom, 1, 2. Hij is een beetje overbelicht, maar... Oh, dit is echt net! Ja, het is voor mij, of niet? Oké, laten we zien, Het is echt net. Hij is op? Ja, hij is hierop. Hij zit hierop. Yes, yes! Waarom ben je voor iedereen's eten blij, behalve voor die van jezelf? Jij had McDonald's. Hij is voor iedereen blij. Oh, yeah. We zijn aangekomen bij Starbucks. Yeah. Het is de bestelling geworden. Mia's gaat voor zijn eerste lekkere Starbucks drankje. Nee? Of toch niet? Nee, dat doen we toch niet. Hij zat wel zo te kijken naar het rietje. Oh, nou, er is nog geen slok uitgenomen. Even kijken, Sarah heeft lekkers genomen. Ik heb ook lekker mijn ijskoffie. En zij hebben een lekker snackje. En Ilai, nee, stop. Er zat net een klein gat in zijn broek en hij heeft hem helemaal opengetrokken. Ilai! Hallo, vergeet ik gewoon even het lekkerste waar ik me zo lang op heb verheugd. Een lekkere brownie. Nee, Sarah, ga weg. Weg, ik heb gekozen voor Sarah. Auw, Sarah. Oh, kijk dit. Je ziet gewoon de achteren. Oké, we zijn inmiddels alweer een tijdje thuis en het is alweer tijd voor het avondeten. Wat gaan wij eten? Ik weet het niet. Dat gaat deze niet. Wat denken jullie? Wat hopen jullie? Snoep. Ah, alweer niet. Nou, ik hoop echt alles behalve snoep uit de hele dag. Maar als avondeten is echt vreselijk. Eigenlijk als avondeten is dat dus gewoon...
Ik hoop op sushi. Ja, jij sushi en McDonald's. McDonald's heb ik al gehad, dus. Maar goed, we gaan het zien. Ja? Zijn we er klaar voor? Ja. 3, 2, 1, go! Go, 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 go! Wat gaat het worden? Turkije! Dus dat betekent dat wij vandaag voor de tweede keer Turks gaan eten. En wat het gaat worden, dat ga je niet zo zien. Nou, ik had vandaag natuurlijk voor Turks eten gekozen. Dus ik ben hier wel blij mee. En Turks eten is voor ons eigenlijk appeltje ijs. Want dat eten we al best wel vaak. dat is een halve Turk. Maar wat er op het menu staat is... Wat wil je? Kufte. Algurk? Nee, ik wil algurk niet. Dit is kufte, dat is gewoon gehakt gemaakt. Die gaan we zo oppakken. Ik heb even een salade gemaakt. Dat zie je ook heel vaak in de Turkse keuken. Gewoon tomaat, komkommer, olijfolie. Vaak zit er ui bij, maar dat hebben we even eruit gelaten. Turks rijst. Je ziet dus dat hij niet vaak in de keuken staat. Dat is bulgur rijst. En ik heb wat groenten. Daar zijn gewoon spersiebonen. Hier moet ik wel blijven. Dus dit wordt onze Turkse maaltijd. Och. Dit is serieus de lekkerste kufte die er is. Ik heb nog niet geproefd, maar Esther die maakt gewoon de lekkerste kufte die er is. Maar moet ik zeggen, serieus mensen, ik moest net snel weg. En ik stond in de file. Hun hebben al gegeten. Dat heb ik niet gefilmd, want ik was terug met drie kids. Een eentje ik had al drie aandacht gezet. Ja, ik ga lekker in de eten. Het maakt niet uit, dat ben ik wel gewend. Maar Esra, serieus, dit is op dit moment echt de enige van de hele ratpaar waar ik zou zeggen van hier heb ik echt zin in. Nou, het is dus... goed dat ik voor Turks eten heb gekozen met Devon, hè? Eet smakelijk, schatje, geniet ervan. En de salade. Show, daar zitten we dan. Team Bril in de building. Nee, ja goed, hè, jullie weten het. S'avonds gaan we ons de lenzen uit. Wij dragen lenzen, dan zijn ze een beetje droog. Voordat je vraagt, hebben jullie slechte ogen? Wat is jouw... Ik heb geen idee, maar die van jou zijn er al wel slecht aan toe. Ik weet het niet, ik heb ook cilinderafwijking. Ik heb min 8 of zo, dus zonder bril denk ik... Dan denk je, wow, ben je knap! Nee. Zegt je alleen als Salah en Zuid zijn. Nee, maar jongens, ons avondje gaat nu beginnen. Wij gaan een lekker filmpje kijken. Alleen, wij willen natuurlijk wat snacken. Wij houden ervan om wat te snacken bij het filmpje kijken. Alleen mogen wij dat niet zelf bepalen vandaag. Maar het rad gaat dit voor ons bepalen. En ik heb op dit moment eigenlijk maar één ding. Trek. Ik ook. Denk we hetzelfde? 3, 2, 1, sushi! Ja! Ik heb geen sushi uitgekozen, maar op dit moment hoop ik eigenlijk op een avondje met sushi. Ik hoop het ook, maar er is één iemand die het mag beslissen. Het gaat gewoon sushi worden, kom op. Mr. Wiel, wij willen sushi, een avondje, een filmpje. Alsjeblieft. Lekker sushi. Gun ons. Ben je dit? Nee! Dit was echt zielig. Wij snoepen echt nooit. Ik kan echt niet tegen snoep. Weet je, ik ga kijken wat voor snoep er is. Maar... We hebben sowieso genoeg snoep in huis. Dat is geen probleem. We gaan eventjes de wijn pakken. Lekker. Verblind door het licht uit de snoepkast. Jongens, zo. Ja, maar... En eens. Oh, Sam. We gaan gewoon uit de snoepzak van de kinderen. Deze is van Devon. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, dat ga je ook echt niet doen. Okay. Chocolade altijd? Dat is geen snoep. Ja. Nee. Oh. Ik wil wel chocolade. Spekjes. Jongens, deze schatkistjes zijn wel lekker. Het is geworden. Dit zijn schatkistjes met snoepjes. Zoete snoepjes. Ik heb nog een zak open met cola flesjes. En we hebben nog van die gummybeertjes. Zo, dat wordt lekker snacken. Ik zeg je eerlijk, ik ga alleen dit pakken. Ja, ik hoef ook niet zo heel veel. Je moet je gewoon inbeelden of dit sushi is. We kunnen het ook met stokjes eten. Dan is sojasaus. Ga je sojasaus pakken? Ja mensen, helemaal top. Devon, als je het ziet, sorry man. Schatje? Geen sorry, wij hebben niet jouw lievelingssnoep gepakt. Dus speciaal voor jou. Proost. Snoep. Jongens. Wij gaan ons filmpje kijken en genieten van deze lekkere snoepjes. Dit is helemaal top, joh. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Zet een duimpje omhoog. Ga je abonneren als je op het eigen video wist. En dan zien we jullie gauw weer in de volgende nieuwe video. Doei doei.